And under the thema Accelerating Digital Transformation in Challenging Times, oftewel digitale transformatie versnellen in uitdagende tijden, wordt vandaag 17 mei Wereldtelecommunicatie- en Informatiesamenlevingsdag herdacht. Op initiatief van de Internationale Telecommunicatie Unit, ITU, wordt deze dag sinds 1969 jaarlijks gevierd ter gelegenheid van de oprichting van de ITU en de ondertekening van de eerste internationale telegraafconventie in 1865. Volgens Safira Aghart, Public Relations and Communication Lead Officer van de Telecommunicatieautoriteit Suriname TAS, wil het thema aangeven dat ook in Suriname wij niet achter kunnen blijven, vooral met deze COVID-pandemie. Wij kunnen als regering, als overheid, als persoon, als individu, als samenleving, het beste wat we kunnen doen is zoveel mogelijk aanpassen. Hierin speelde de digitale ontwikkeling een hele belangrijke rol. En dat is eigenlijk het onderwerp waar het vandaag om gaat, tijdens deze Wereldtelecomdag. Dat we eigenlijk de digitale transformaties die plaatsvinden in deze uitdagende periode zoveel als mogelijk versnellen. Dat we niet achterblijven en dat we vooral niet stilstaan. In deze heeft de TAS daarom ook wel de rol. En ook meer vanwege een taak vanuit onze wetgeving. Dat we zoveel mogelijk proberen te faciliteren. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, deze zoveel mogelijk proberen aan te moedigen. Onze sector, dat we daarin ook een hele belangrijke rol innemen om zo de samenleving op elk gebied in alle lagen zo een beetje bij te staan en te motiveren bij deze ontwikkelingen in deze uitdagende periode, deze COVID-tijd. ITU-leden worden aangemoedigd en ondersteund om betrokken te zijn bij activiteiten die essentieel zijn gebleken voor het redden van levens en het instand houden van economieën. Blijf niet stilstaan bij het feit dat je misschien niet naar het werk kan, niet naar school kan. Maak juist gebruik van de gelegenheid om je digitaal te scholen, om dat zo te zeggen, want die mogelijkheid hebben we. Lees veel, probeer zoveel mogelijk mee te gaan met de digitale ontwikkelingen. En als we de regels in acht nemen en letten op onszelf en onszelf veiligstellen, dan hopen we dat we er allemaal heel snel er doorheen zullen gaan. Safira Aghart, Public Relations and Communication Lead Officer van de Telecommunicatieautoriteit Suriname TAS. De minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubitana, gaf aan dat een ieder mee moet gaan met het bewustwordingsproces dat ons nieuwe mogelijkheden en kansen biedt om te werken aan onze persoonlijke ontwikkeling en die van de totale samenleving.